geen trein hebben er nog dan mee in de stad. Deze beelden kwamen vanochtend om 7 uur binnen bij AT5. Waar meen je het liggens als hij? Zo. De rode Fari, die hier een ochtendwandeling maakt richting de nieuwe Prinsengracht, woont eigenlijk hier in Artis. Het is op zich vreemd dat hij de dierentuin ontvluchtte, want de halfapen doen niet zo heel veel. Hun dagschema bestaat hoofdzakelijk uit chillen, chillen, eten en chillen. Ja, ze lopen hier gewoon los op het verblijf. En deze brug, daar staat nu niks op, maar 's avonds is het een soort schrikdraad. Dus het is een beetje de vraag... Waarom hij eruit is gegaan en hoe hij eruit is gegaan. Normaal gesproken doen ze het niet. Als hij er normaal gesproken uit zou gaan, zou hij ergens in een boom gaan zitten en zou hij bij zijn vriendjes blijven. Ja, ik wil bijna zeggen hoe dan, want kan hij zo ver springen, denk je? Nou ja, in principe, ik denk wel dat hij het kan, maar ze doen het niet. Dus dat is een beetje... De gracht is eigenlijk breed genoeg om hem niet aantrekkelijk te hebben dat hij gaat springen. Binnen 3 kwartier werd de Fari gevangen nadat zijn zwerftocht hem naar de parkeergarage van de Stopera had geleid. Wat denk je dat hij op dat moment deed? Wat dacht hij? Hij zocht een veilige plek. Je ziet hem rennen en hij zoekt eigenlijk een hoge boom om in te kruipen en te blijven zitten. Nou, die heeft hij waarschijnlijk niet tegengekomen en dat hij toch de parkeergarage is ingerend om rust te hebben. Volgens de verzorgers van Artis is er geen verband tussen de ontsnapte pauw van een week geleden en de half aap. Hoe de Fari heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht.